Hoi collega's, ik ben Anne Floor en ik ga je vandaag laten zien hoe je een Klaas notebook aanmaakt in je Teams. Dus hier hebben we een team voor ons. Dit is klas 1b, helemaal vers en nieuw. En daarom zie je hier lesmateriaal uploaden en Klaas notebook instellen. Bij je andere kanalen, dus dit is algemeen, zul je dat niet zien. En dat is omdat deze opties daar niet in zitten. Wel notities, en dat werkt in dezelfde omgeving als Klaas notebook, maar is net even wat anders. Dus we blijven in algemeen. Nu zie je dit alleen als hier nog geen berichten staan. En als je nu wel al een tijdje bezig bent in een team, of je hebt erg enthousiaste collega's die gelijk berichten posten, dan kun je gewoon naar Klaas notebook toe gaan. Dan moet even nadenken, even laden. En dan staat hier OneNote Klaas notitieblok instellen. Dat gaan we doen. Dus daar klikken we op. En we beginnen met een leeg notitieblok. En dan zie je hier wat je daar allemaal mee kunt. Je hebt een samenwerkingsruimte waar de studenten in één notitie samen kunnen werken. Dus aan dezelfde tekst. Ze kunnen zelf tegelijkertijd dingen aanpassen, maar ook verwijderen. Dus pas daarmee op. En dan heb je ook een inhoudsbibliotheek. In de inhoudsbibliotheek kun je materiaal plaatsen die de studenten wel kunnen bekijken. Maar dat kunnen ze niet aanpassen of verwijderen. En dan is er ook nog een notitieblok van de studenten en daar gaat het eigenlijk om. De studenten hebben dan hun eigen kladblok waar ze zelf in kunnen werken, maar waar je als docent ook live in mee kunt kijken. Dus je kunt precies zien wie er wel aan het werken is, wie niet, wat ze aan het doen zijn, of ze opeens aan het copy-pasten zijn, of dat ze gewoon zelf aan het schrijven zijn. En je kunt ook, terwijl zij daarin bezig zijn, meetypen, meeschrijven en feedback achterlaten. Dan kom je hier als je op volgende hebt gedrukt. En dan geeft hij aan welke tabbladen de studenten al hebben. Dus iedere tab, deze dopjes, is een ander notitieblok voor de student zelf. Dus hier zie je dan de naam van de leerling of de student. En hier zie je dan welke notitieblokken ze allemaal hebben. Nu hoeven ze van mij niet per se quizzen erin te maken. Dus die haal ik lekker weg. En dat hoeft ook niet. Dus die haal ik daar lekker weg. Ja, ze mogen wel huiswerk maken, ze mogen wel lesnotities maken, maar we noemen ze niet echt lesnotities, we noemen ze eerder lesobservaties. Dus dan kun je erin klikken en kun je het zo de tekst aanpassen. En vervolgens kun je een sectie toevoegen, want bij ons maken ze bijvoorbeeld ook reflecties en dan kun je die zo toevoegen. Vervolgens klikken wij op maken. Dan moet hij daar even over nadenken. Notebook heeft veel notitieblokken waar veel verschillende mensen in kunnen kijken. Dus het kost altijd even wat tijd. Kijk, daar komt hij. En dan komt iedereen altijd eerst op de welkompagina. Dat is iedere keer als je Klaas Notebook opent. Je kunt deze pagina verwijderen of tot iets heel anders maken. Ik zou eigenlijk aanraden om deze tekst iets anders in te delen voor jouw studenten. Of om het zo te laten. Ik heb bijvoorbeeld deze tekst. Om heel even te benadrukken voor de studenten dat wij mee kunnen lezen in wat zij hier schrijven. Staat iets duidelijker nog, de docent kan meekijken met alles dat jij in jouw notitieblokken schrijft. Mochten zij opeens bedenken om hier hun dagboek van te maken of iets anders. Dan zit daar het paarse pijltje. En dat is altijd iets wat je even je studenten moet laten zien. Of goed uitleggen. Vanuit daar kom je dan overal waar je naartoe wilt. Dus zoals ik zei, dit welkomgedeelte kun je helemaal verwijderen. Of je kunt het zo laten staan. Er zit ook nog een extra pagina in veelgestelde vragen. Dus wanneer je het opent, zie je hier de samenwerkingsruimte, de collaboration space, waar studenten samen in één document kunnen werken. De inhoudsbibliotheek, waar je materiaal kunt zetten waar studenten niet in mee kunnen kijken. En deze twee, dat zijn de studenten. Die heb ik allebei test genoemd. Omdat ik geen echte studenten hier natuurlijk aan toe wilde voegen. Maar hier kan ik dan in hun mappen kijken die ik al klaar heb gezet. Ik zeg mappen, maar het zijn natuurlijk notitieblokjes. Dus bij reflecties zou ik dan al kunnen kijken wat deze persoon, laten we zeggen Jaapie, heeft geschreven. Dan zie ik, hey, Jaapie heeft nog helemaal niks geschreven. Dan kan ik als docent zelf zeggen... Ga eens aan het werk. En dan ziet de student dat ook.
En zo kun je dan meekijken met wat zij schrijven en direct feedback achterlaten, wat heel handig kan zijn in de lessen. Hopelijk kun je hier wat mee. Laat vooral weten hoe je dit vindt en hoe je dit inzet in de les. En veel succes!